staan we weer op de werkplaats. Eventjes de zaagmachine terugbrengen voor de vloerverwarming, maar dat is klaar. Maar wel twee zware dagen trouwens hoor, maar goede opbrengst. aggregaat zit, er ligt geen benzine onder. Dus ja, hij startte net ook gelijk, dus er zit nog wel een beetje benzine in. Dus waarschijnlijk is dat opgelost. En wat ik nou eventjes ga doen is even kijken of deze start... Ja, of de accu nog goed is, bedoel ik. Dus. Even klemmen erop. Ja. En we hadden ook een raadsel. Of ja, raadsel heet dat, hè? Ja. Ja. Dat hebben we toegezonden gekregen. Van Wim Brouwer. Zegt het ene ei tegen het andere ei. Voel jij je ook zo'n zachtgekookt type? Zegt het andere ei. Nee, mij slaan ze zo de kop in. Ja, ja, ja. Met een beetje zout erop. Ja, toch? En van Rob en Henny. Het is 63 en het boort in beton. Ja, dat raadt natuurlijk niemand, hè? Die is veel te moeilijk. We kregen ook nog een hoop in de mail en eentje onder de video. Op zich vond ik hem wel geinig. Alleen die kan kwetsend overkomen bij sommige mensen. Dus dat willen we eigenlijk liever niet. Hè? Dat de mensen gaan kwetsen met zoiets. We gaan nog even de watertank aan het vullen. Want we komen hier de eerste dagen niet weer. We zouden eigenlijk helemaal geen werk hebben vandaag. En morgen alleen een klusje, een paar gaten voor bodemonderzoek in Witmarsum. Maar nou belde gisteren een klant van ons. Twee weken geleden ben ik daar aan het zagen geweest. Hij zegt de platen passen niet. De laatste meter is scheef. Maar ze hebben zelf de lijn erop gezet. Ik zei nog tegen ze, heb je wel een beetje ruim aangehouden, dat het wel fatsoenlijk past? Ja, schijnbaar dus niet. Dus we moeten zo nog eventjes heen, moeten we even bijzagen. Maar dat was maar een meter. En dan gaan we van het weekend misschien wel weer varen, wie weet. Want het zou goed weer worden van het weekend. Dat stukje daar, dat is een beetje scheef. En ik weet ook wel hoe dat is gekomen. Het liep namelijk een beetje scheef af. En als je dan zagen bent, dan wordt de zaag misschien er wel weggelopen. Het is ook maar heel iets, maar nu krijg je die plaat er niet netjes in, dus gaan we even oplossen. Zo, dat lijkt er meer op, hè? Zo kan die plaat mooi aanschuiven en dan liggen ze recht. We staan op ons plekje voor de nacht. Kijk. Vlakbij Witmarsum, daar moeten we morgen heen. En we hebben net even een pakketje opgehaald. Zaagbladen. En kijk of de juiste bladen erin zitten. Mij wel, je weet maar nooit. Ja, dan gingen we een aantal keren gingen we gewoon naar het bedrijf toe om ze op te halen. Alleen, ja, dat is eigenlijk ook zonde van de brandstof. Maar dat was dan meestal zo'n weekend weer dat het dan uitkwam. En nou hebben we gevraagd of ze ze ook kon afleveren ergens in Heerenveen, maar niet uit waar. Nou, dan blijkt dus bij een computerzaak. Die twee zaadbladen. Twee van 300. En ik had er twee van 350 besteld. En die zitten daar. Ja, dat is een computerzaak. Heel apart. Maar die doet dus ook pakketdiensten erbij. Dus daar kun je ze gewoon ophalen. Alleen het is midden in de stad. En dat is een beetje lastig. Je moet wel een stukje lopen. Plus dat... Ja, je moet de parkeer gaan betalen. Dat is ook zonde natuurlijk. Maar ja,
beter dan heen en weer rijden met de auto. En nog zo eentje. Ik zei al, dan, we gaan nog één om één kunnen doen. Maar dan krijg je verzendkosten erbij. Dus we hebben gewoon 2 om 2 gedaan. 2 van 3,50 en 2 van 300. Nou, dan kan ik in ieder geval dit jaar wel weer mee verder. Krijgen we net een berichtje van Ruud Zwageman. Die stuurt een grapje door. Ik hoor net dat in Spanje Sinterklaas opgepakt is in een fraudezaak. Hij wordt verdacht van het witwassen van Pieter. Moet toch niet gek worden? Dat is een goeie. Het is vrijdagochtend, 3:30. En we kregen gistermiddag, later op de middag was dat nog, kregen we te horen dat de klus van vandaag niet doorging. Dat was voor bormonderzoek. En de gemeente die zegt nou, het pand mag gewoon gesloopt worden zonder een vooronderzoek. En dan gaan ze dus, als het gesloopt is, gaan ze kijken of de rotzooi in de grond zit. Dus dan hoeven we niet te gaan boren. Dat is jammer. Maar goed, we hadden al een goede week, dus dan denk ik, ach, maakt toch niet zo heel veel uit, toch? We gaan straks eventjes zo'n boerenkrik bijhalen. Want die bevalt me hartstikke goed. Die bevalt me beter dan die andere dingen. Dan kunnen die weg. En dan, maar die zijn ook al behoorlijk versleten trouwens. De schroefdraad is aan de ene kant helemaal versleten. Want zeg maar, het binnenschroefdraad of het buitenschroefdraad van de pin, die gaat eigenlijk, als die in het andere gedeelte gaat van de krik, dan gaat die er niet meer recht in. Hij gaat soms een beetje zo. Dus hij hangt tegen het schroefdraad dan van de bovenkant, zeg maar. Dus dat is natuurlijk een kwestie van tijd voordat hij het helemaal niet meer doet. En die boerenkrik, die bevalt echt goed. Oh ja, ik kreeg nog een mail van Paul van Dungen. Net, en die zegt, net naar de winkel geweest. En ik heb goed nieuws. De prijs van de winkelkar is hetzelfde gebleven. Dat is een goeie, hè? Die hangen we erin. Dit is nog de oude. Hier aan de andere kant is een nieuwe. Dus hebben we er nou twee. En voordat we die boerenkrik op hebben gehaald, hadden we toch nog even een klusje. Ik kwam toch nog even tussendoor. Hij belde, dat was voor die man die ons in het water heeft gelegd. Hè, die de boot in het water heeft gelegd, hè, met die kraan. Die was aan het werk op een plek en daar hadden ze een paar gaten nodig. Toen zei hij, ik weet nog wel een beton boren. Dus toen belde hij ons en zijn we er gelijk heen gegaan. Dat was voor een aanrijdbeveiliging. Dus er kwamen een paar palen in van, volgens mij was het 17 centimeter in diameter. Die komen er dan in de gat en dan stoppen ze de beton in die palen. Als er dan een vrachtauto tegenaan rijden, dan rijden ze tegen de paal aan. En niet het pand kapot, want het pand was daar al kapot. Dus ze zeiden, nou dan moet er dan maar even een extra paal in. Ik had nog wel een geintje trouwens. Even de bril erbij op. Kaas Scholtas. Die zegt, ik zeg tegen mijn oma van 97, oma, hoe komt het dat u nooit ziek bent? Waarom mijn oma zegt, als ik een hoge bloeddruk heb, dan neem ik een borrel. Als ik een te lage bloeddruk heb, dan neem ik een vodka. Als ik keelpijn heb, dan neem ik een sherry. En als ik hoofdpijn heb, neem ik een wijntje. Waarop ik zeg, drink je wel eens water?
waarop zij weer zegt, zo ziek ben ik nog nooit geweest. Ja, dat was ook een goeie, hè? En morgen is het zaterdag en dan gaan we weer naar de boot. Het zou een redelijk goed weertje worden. Ik weet alleen niet of het morgen ook goed wordt, hè? Of de zon er redelijk bij komt. Maar in ieder geval veel minder wind. Dus ik had al gezegd dat we misschien zo gaan varen met de boot. Alleen nou, buienradar zegt nou dat morgen in de ochtend nog even wat buitjes geeft. Dus misschien dat we zondag gaan varen. Dus gaan we eens even kijken wat we gaan doen aan boord. We zijn aan boord. Kacheltje er lekker bij aan. Lekker warm. En ja, ik denk dat we hem wel houden. Maar we hebben ook een dieselkachel bij besteld, hè Ger? Ja, als het goed is, binnenkort een dieselkachel. Die komt nog bij de kinderen in Limburg. Daar hebben we hem heel laten sturen. En dan halen we hem voor de kerst, hè, als we daarheen gaan, halen we hem daar weg. Dat is 5 kilowatt. En dan ja, gaan we eens even kijken hoe dat bevalt. Hè, dat is gewoon een Chinese, via bol.com geloof ik was het, hè? Ja. 135 euro of zo. Nou ja, ik heb geen bel aan van, toch? Maar wat ik even wou laten zien voor vandaag, en dat is dit. Ja, dat is één gedoe hier zo. Het is niet zo heel mooi weer, zoals je ziet. Het is mistig. En toch komt er een klein beetje stroom binnen. Via het zonnepaneel. Zware accu's. Zie je dat? Het groen lampje brandt. Ik heb net gemeten. En dat was 0,22 ampère. Nou, dat is niet veel, maar goed. Beter iets dan niets. Hè? Even kijken, doe ik dit even aan de kant. Want, wat heb ik hier? Ik heb hier namelijk een 1 ampère acculade. Ze noemt ook wel eens een druppellade. We hebben namelijk het zonnepaneel met de laadregelaar op deze accu. Dat is de 77 ampère accu. En wat ik heb gedaan is de acculaar, dus gewoon hier aan de stroom. Want ja, via deze accu hebben we ook de boot onder stroom gezet. Nee, dat radio aan kan en zo, die hebben we nou even uit vanwege YouTube. Ik weet daar weer gauw hoe mee. Maar dan hebben we de accularen op de fitnessaccu gezet. Zodat die van goed vol kan laden. Er wordt namelijk gezegd, en ik weet niet of het zo is, dus denk maar even met ons mee. Maar er wordt gezegd, ik ga er even bij zitten, dat als je de accu oplaadt via een zonnepaneel, laat hij nooit helemaal op. Dan laat hij maar 90% of zo op. Dus dan gaat hij naar 12 zoveel. En dan was hij 12,4 geloof ik dat hij was toen ik hem doormeet vanmorgen. En nou dat we hier nou aan boord zijn, hebben we hem dan aan de lader. En dan ga ik straks even kijken wat hij dan heeft. Of hij dan iets meer heeft. Want zoals ik heb gehoord, zou hij dan naar 13,1 of zo, of 13,2, zou hij naar moeten gaan. En dan is hij echt helemaal vol. Als jullie er meer over weten, laat het even weten onder deze video alsjeblieft. En dan ben ik benieuwd of het inderdaad zo is. En anders hoef ik dit niet meer te doen. Ik heb dat ding niet hoeven te kopen trouwens. Ja, ik heb hem wel gekocht, maar dat is een paar jaar geleden voor de zaagmachine. Dat was de accu leeg. En toen had ik hem op de werkplaats had ik hem aan de lader gezet. Dat hij de accu van de zaagmachine zou vol laden. Nou, ik ben benieuwd. We hebben het bootje leeg gehoost. Want we zouden nog even varen, maar ik denk niet dat het wat wordt. Met dit weer. Dus dat zal waarschijnlijk morgen zijn. Maar dat zie je dan in de volgende weekvlog. Bedankt voor het kijken naar deze. En tot de volgende.